Het papaya-paradijs. Die gaan we spelen. Want het is weer tijd voor Kirby's Return to Dreamland Deluxe. We spelen deze game 100% uit. Dat betekent dat we al die energiebollen gaan halen. En dit is de derde wereld. Als je van Nintendo houdt, moet je sowieso even op dit kanaal abonneren. Want ik upload bijna iedere dag Nintendo-video's. Dus ja, dat zou ik gewoon doen als ik jou was. Ik probeer even deze squid te pakken. Ja, het lukt niet echt. Het gaat nog niet echt van harte. Het is ook geen superpower, dus dat is helemaal nice. Ik weet niet waarom ik dit gedaan heb. Ik kan wel parapluman pakken. wat is dit voor kokosnoot? Waarom valt die uit de lucht? Ik ga liever deze kracht pakken. Ik vind dit fijn. Oh, dat is ook geen kracht. Never mind. Maar je moet sowieso even abonneren als je van Nintendo houdt. Dat is een leuk Nintendo-kanaal, al zeg ik het zelf. Wij van WC Eend adviseren altijd WC Eend. En laat even een likeje achter. Dat vind ik ook wel leuk. Misschien kunnen we weer de 500 likes een keer halen. Dat zou top zijn. En laat even een reactie achter wat jouw favoriete superkracht is in deze game. Ik vind zelf de waterkracht tot nu toe wel heel cool. Ik vind de windkracht ook wel lekker werken. Dit is de ijskracht trouwens. Daarmee kunnen we dus alle vissen bevriezen en zo. Ik heb... Oh, auw. Doe dat nou eens een keer niet. Waarom moet iedereen mij altijd pijn doen? Vind ik niet oké. Met... jongens. Kijk, met deze ijskracht kan ik ook even deze vuurblokken weghalen. En dat is wel nice. Dan kan ik hier weer een leventje pakken. Dat er wel genoeg leven zal, hoor. We zitten al inmiddels op 22 levens. Hoppakee, wegwezen jij. Dan ga ik even een stukje vliegen. Kan ik dan hierin? Ja, kan wel. Heeft niet zoveel zin. Je moet altijd alles checken natuurlijk, want die energiebollen die zitten overal verstopt. Hoppakee. Kokosnoten laten ontploffen. Nice. En door. Daar gaan we. Oké. Nu, ja, gaan we helemaal naar boven? Ja, het zag er soepel uit, Kirby. Komen we hier terecht. Blijkbaar willen ze dat ik de paraplu-kracht pak. Dan gaan we even zo naar beneden zweven. La 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 la. Tussen alle waddledies door. Wee. Gezellig, jongens. Wat leuk. Ik ga jou wel even slaan. Ja. Die stond in de weg. Ik ga jou ook even slaan, want ik kan me zomaar voorstellen dat jij ook vervelend bent. Hier naartoe. Auw. Ik ging alleen maar even deze ananas pakken. Waarom accepteer je niet gewoon dat ik de ananas pak? Oh jeetje, ik werd bijna voor mijn sodomieten geschoten door deze gastjes, jongen. Hier, wegwezen nou. Hou eens op. La 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 la. Oh, hier naartoe, jongens. Hier naartoe. Dan moet ik mijn kracht even lozen. En dan deze opeten. Wat is dit voor... Oh, dit is een uppie ook. Oké. Nu heb ik geen parapluuntie meer. Kan ik ook zo naar beneden zweven? Ja, hier zie je. Oh my gosh. Wat een gekke visser. Laat me met rust. Gast. Doe eens normaal. Heb ik nu iets gemist? Ik vraag me dat heel erg af. Of ik nu iets gemist heb. Zo niet, dan moeten we gewoon heel snel zo'n dingetje gaan vinden. Kom eens hier. Kom eens hier. Ik ben een dingetje. Dat is ook lekker duidelijk, hè, als ik zeg dingetje. Ja, zo'n energiebol wil ik dan nu wel even heel snel gaan vinden ergens. Wat ziek ideetje. Wat ziek ideetje. Alles kapot. Deze windkracht is echt insane. Hier kunnen we naar boven. Daar zit volgens mij ook geen energiebol. Maar wel een heerlijk stukje vlees. Hoei. Oh nee. Man, val ik weer in het water. Ik dacht, misschien kan ik ook gewoon in het water die kracht doen. Maar dat kan niet. Oh my gosh. Die is vet. Die is vet. Ik wil zijn kracht hebben. Ik wil jouw kracht. Wat is dit? Wajo. Deze is super cool. Deze is heel vet. Nou, dit is denk ik mijn nieuwe favoriete superkracht. Ik kan gewoon keihard alles kapot knallen, joh. In een soort van ruimtepakkie. Heel vet. Kan ook gewoon naar boven schieten. Wat een idee. Maar ik heb nog steeds geen energiebol gevonden. Ik vertrouw dit niet, jongens. Ik ben bang dat we er eentje hebben gemist. Dat gaan we waarschijnlijk zo meemaken. Hier onder water is ook allemaal niks. Nee, daar zit echt niks. Ah, dit is allemaal... waar zijn die energiebollen te vinden, jongens? Waar zitten die dingen verstopt? Hier, denk ik. Ja, ik denk het wel. Dit moet er sowieso één zijn. Oké, hier hebben we een sleutel. Ik kan natuurlijk niet zweven als ik een sleutel vast heb. Oké. Even serieus springen, Kirby. Oké, is het de eerste of de tweede? Ja, dit is toch de eerste. Maar ik wil wel die superkracht terug. We kunnen ook eerst Sneeuwpopman pakken. Wee, Sneeuwpopman. Go, go, go. Oh, even eroverheen springen. Bap. Kokosnoot bevriezen. Het is wel een lekker feestelijk muziekje weer, hè? Dit lijkt op... Nee, ik dacht even dat het een boss battle stukje zou zijn, maar nee. Kan ik dit blussen? Ik kan dit denk ik alleen blussen met water. Oh, wacht even. Ik heb jouw kracht nodig. Super IJsman. Run. Ja, lachen, lachen. Wee.
Dit. Oh my gosh, ik ben een mega sneeuwbal. Hoe vet is dit? Dit is te cool. Dit is te cool. Wow. Dit lijkt net op Smash. Alsof je in Smash ook mensen ervan afsmasht. Heel cool. Ja, heel vet. What? Heel cool gedaan weer dit hoor. Hey. Wee-hee. Springen. Let's go. Ja, dit is toch te cool. Oké, go, 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 go. What? Lekker zeg. Jemig. Maar, is er niet iets, een portal? Meestal heb je een portal aan het einde van zo'n superkracht. Die hebben we nu niet, zo te zien. Ik ben echt de hele tijd in dit level bang dat... Oh, we zijn er namelijk nog niet. Oké. We zijn er nog niet. Ik dacht dat het er al waren, joh. Zit hier de portal dan? Ja, kijk, daar is de portal. Ik wou net zeggen. Er zal vast ergens wel een portal zijn. En die is hier. Ja, die superpowers die zijn wel echt heel vet, hoor. We moeten wel een klein beetje tempo maken. Ja, let's go. Wat is de vlots? Naar beneden. Go, 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 Kirby. Go, go, go. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. En door. Verder naar beneden. Oké, dan gaan we deze eventjes... lekker opvreten. Bam! En deze knop indrukken. Gaat op zich wel soepel allemaal. Ja, hier kon ik ook wel easy langs. Hier moeten we een beetje zwemmen. Zo, ja, zwemmen lukt ook goed. Kirby kan ook alles, hè. Dat is niet te geloven, joh. Dat is niet te geloven. En door. Oef, bijna een stekel in mijn kont. Even upje pakken. Omdat het kan. En weer terug. En weer door. Oké, ik heb er eentje opgegeten. En die andere schiet ik kapot. Top. En dan kunnen we hierop. Go, 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 go. Wat ziek idee. Ja, ook easy. Ja, dit gaat allemaal best wel soepel hoor. Oh, ik had misschien beter... Nou ja, ik hoef nu ook niet... Of zal ik wel alle sterretjes pakken? Weet je, ik pak gewoon wel alle sterretjes. Oeh, ja. Oeh, dat was bijna dat we in de smurrie gingen. Maar helemaal top, want bijna is niet helemaal. Schieten. Easy. Oké, let's go, Curbs. Welke kracht gaan we pakken? Ik ga denk ik gewoon voor het zwaardje... Want er zit weer een boss battletje aan te komen tegen dezelfde baas als die we altijd hebben, denk ik. Ja, de boldoemer. Oh, dit begint goed. Dit begon helemaal niet goed. Maar nu gaat het op zich wel. Oké. Boldoemer komt eraan. En mist. Boldoemer komt nu vanaf de achtergrond. En mist weer. Kom je nu aan de rechterkant? Ja, en dan ga je zeker zo mij aanvallen. Nee, helemaal niet, want je bent te laat. Lekker. Twee keer energiebollen gevonden. Ik wou zeggen krachtbollen. Hoorde je het? Ik heb die dingen al alle namen gegeven van de hele wereld. Er staat hier nog één brandend hoofd. Die heb ik overgelaten. Oh, ik wil jouw kracht. Sowieso. Super vet. Favoriete kracht is dit hoor. Hey. Oh, heb ik nou gewoon een keer een superjump gemaakt? Het moet niet gekker worden joh. Je moet dus blijkbaar heel laat timen. Nice. En wat krijgen we dan? Ja, gewoon heel veel sterretjes. Oké, nee. We hebben weer een nieuwe uitdaging vrijgespeeld. En we gaan door naar wereld 2. Nou ja, wereld 3, level 2. Hier zijn 4 krachtbollen verstopt. Het ziet er gezellig uit allemaal, joh. Kan ik... heb jij ook een superkracht? Nee. Dit doet me echt denken aan die onderwater Donkey Kong levels van vroeger. Dat was echt heel lang geleden, jongens. Toen ik 8 jaar was, net zo oud als jullie. Het is bijna 30 jaar geleden. Ik durf het bijna niet zeggen. 30 jaar. Niet te doen. Oh, geef me deze ananas even. Want jullie zitten mij allemaal een beetje te slopen hier onder water, hè? Denken jullie dat ik dat leuk vind of zo? Lekker dit. Oké, cool. Jammer dat ik onder water niet kan schieten. Dat had het een stuk makkelijker gemaakt. Jij kan wel schieten onder water. Verdorie. Oké, deze gaan we kapot maken. Bots ik daar nou ook weer tegenaan? Ik bots echt overal tegenaan. U maakt die vis kapot. Heel goed. Pak de melk. Zitten jullie lekker vuurbollen op elkaar te schieten, jongens? Oké, ik moet hier naar boven. Maar ik kan hier ook nog heel even deze kers pakken. Dan gaan we nu hier naar boven. Ja. Oh, wacht. Die laten we lekker zitten. We hebben het eerste stukje gehaald. Oké, waar komen we nu uit? Ik denk dat ik wel even een andere kracht moet gaan pakken. Zo, laten we deze zandkracht pakken. Die is ook wel lachen. Oké, cool. Ja, gaan door. Iedereen springt hier gewoon bovenop mijn platform. Nee, ik wil de Charizard kracht. Gun mij. Yes. Vuurspul in de Kirby. Oh, ik sta wel een beetje aan de verkeerde kant, denk ik, van Kibbleblade. Spring. Ik stond heel erg aan de verkeerde kant. Auw. Wat doe je? Kijk, we kunnen wel deze knop gewoon ingedrukt houden. Oh, en nu ben ik hem kwijt. Nu ben ik mijn kracht kwijt. Nou, dan heb ik nu deze. Ook goed, dan doen we toch de boomerang. Kan ik hieronder zijn of zo? Ik zie hier allemaal sterretjes hieronder. Ja, hè?
Had ik goed gezien, potverdurrie. Ja, en hier is ook volgens mij gewoon de eerste energiebol. Nou, lekker ananasje eten. Oh, lekker inktvis eten. Was niet helemaal de bedoeling, maar dat is wel gebeurd. En door. Heb jij een kracht misschien? Ja, jij hebt een speerkracht. Oké, nu is tenminste weer wat, hè? Kunnen ook die bommen straks pakken. Oh, maar die speer die kunnen we onder water gebruiken. Eindelijk eentje die we ook onder water kunnen gebruiken. Nou, dan hou ik deze. Dit is wel relaxed. Let's go, we gaan gewoon door. Kom dan, kom dan. Jullie komen niet, hè? Jullie komen niet. Nou, dan doe ik gewoon zo prikken. Oké, ik kan hier naar beneden. Even kijken waar ik naartoe moet, hoor. Ik zie daar wel een knop. Moeten we hier denk ik even omheen of zo? Kan ik hier? Ja, kijk, dan kan ik hem zo indrukken. Nice. Nice. Deze was goed verstopt. Oké. Prik jou alvast kapot. Prik jou alvast kapot. En jou. Oh, en jullie. Prik gewoon iedereen alvast kapot. Hier, wat ze flats. Prik ik naar beneden. En nog een keer zo. Hoppakee, tweede energiebol in de pocket. We liggen zo goed op schema voor die 100%. Ik vind het echt een leuke Kirby game, jongens. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat jullie ook vermaken met dit spelletje. Ik vind het echt heel leuk. Ik vond Kirby en de vergeten land, vergeten wereld, vond ik heel leuk. Kirby Star Allies vond ik minder. Die was eigenlijk niet zo heel goed. Maar deze vind ik wel echt weer tof. Fijn. Fijn dat deze wel weer cool is. Oh, wat is dit nou weer? Yo, maar dit doet me echt denken aan de derde Mario Bros. Daarin kon je ook zo'n schoen worden op een gegeven moment. Heel leuk. Ik stuit er op iedereen zijn hoofd. Ik kan hier ook gewoon oplopen natuurlijk. Dit is zo'n ijsschoen is dit. Hier doen ze ijs of bergen mee beklimmen met dit soort schoenen. Wat? Ik kan hier ook gewoon lekker zo chill onderdoor. Kunnen we die ticket pakken? Ik ga op deze vissen stampen. Oh, nee! No! Mijn schoen is weg. Oké, ik ga mijn schoen weer pakken. Geef me mijn schoen terug. Gelukkig kan je hem gewoon nog een keer pakken. Oké, daar zijn we weer. Ik dacht er net veel te makkelijk over bij deze visjes. Oh, hier ligt gewoon een schoen voor mijn neus. Ik had helemaal niet teruggehoeven. Hier kunnen we op stuiteren. Oh, hè? Waarom is mijn schoen opeens op? Oh, ik heb een nieuwe schoen nodig. Daarom ligt hij hier een. Op een gegeven moment is die gewoon op waarschijnlijk. En dan moet je een nieuwe pakken. Hut, 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 piem, uppie, bam, bam, go, go, oh, nog net. Ik denk dat als je in het water belandt, dat je wel echt af bent. Ja, lekker. Oké, cool. En hier? Wat zit hier? Is het een speciaal leveltje dan? Ja, kijk, dan hebben we nu deze te pakken. En dan kunnen we zo op deze manier eruit. En dan ja, neem ik aan dat ik hier... Nee, ik hoef hier niet naar boven. Ik moet naar beneden. Nou, dan gaan we lekker naar beneden. Gaan we lekker zwemmen. Lekker een beetje zo prikken, als ik vlot zie. Go, 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 go. Deze speer is wel echt nice hier voor onder water, hoor, jongens. Oeh, oh, wat ben jij? Ik vertrouw jou niet, hè? Kan jij kapot? Jij kan niet kapot, hè? Jij bent een te grote vis. Oké, waar gaan we nu naartoe? Hier weer een grote vis. Ik ga gewoon... Ah, ik wou die ster gelijk pakken. Het kon ook wel, maar ik miste hem net. Dit kunnen we allemaal pakken. Zo. Hieronder is zo'n figuurtje. Dan gaan we hier de melk even pakken. Pak gewoon alles wat ik pakken kan, jongens. Ik denk dat ik hier wel in één keer door kan, toch? Ja, kijk, die vissen zijn super traag. Ze zijn super traag. Oké, dan moeten we hier naar boven. Zo, dan moet ik alleen niet nu mijn superpower kwijtraken. Dat ging bijna fout, hè? Zag je het? Dat ging bijna fout. Ik was aan het struggelen tegen deze vis. Volgens mij als je twee keer geraakt wordt, dan ben je je superkracht kwijt. Als ik het goed heb. Want dat is me nu wel een paar keer overkomen, geloof ik. Deze vissen, jongen. Jullie hebben honger, hè? Ja, moet je verder even de muur uitkomen. Jullie komen niet ver genoeg. Je moet wat over hebben voor je eten. Ja, ik wacht wel even tot jullie klaar zijn, hoor. Yay! Dit level is uitgespeeld. Helemaal toppie. Oh, ben ik benieuwd of me dat nog een keer lukt. Otsieke, nou, ik denk dat ik nu net... Nee, nou helemaal niet zelfs. Trede 4, wat slecht. Level 2! Uitgespeeld en helemaal alle dingetjes gehaald. We gaan door naar level 3. Want in elke video van Kirby doen we gewoon één wereld helemaal uitspelen. Lekker lange video's. Ik hoop dat jullie dat nog steeds vet vinden. Maar dan blijft het ook een beetje overzichtelijk. Gewoon wereld voor wereld in elke video. Oh my gosh. Wat gebeurde daar, jongen? Dat was een flinke waterval opeens. Auw, auw, laat me los. Vriend, daar ben ik niet van gediend, hè? Nu heb ik ook helemaal geen superkracht meer. Ik baal hiervan. Oh, 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 oh. Ik denk dat ik hier wel eens dingen zou kunnen gaan missen. Want je zag net aan de zijkant zag ik sterretjes die ik kon pakken. Dus misschien moet ik een beetje naar de zijkant sturen nu. Kijk, zie je dat? Misschien moet ik niet met de waterval mee. Kijk, aan de linkerkant zit wat. Zie je dat? Kijk, hopelijk hebben we nu nog niks gemist, maar ik denk het niet, hoor.
Ik denk niet dat ze dat gelijk doen. Oh, super mega hamerkracht. Hier is nog wat. Hier liggen nog twee kersjes. Deze hamer kan je ook onder water gebruiken. Ook wel lekker. Ik denk dat ik die speer wel beter vind, hoor. Die speer kan je namelijk iets beter van afstand gebruiken. En deze hamer, die kan je alleen een beetje van dichtbij gebruiken. Oh, maar ja, ik snap het wel. Ik snap wel dat ze dit doen, want er zit een behoorlijke snelheid achter in dit level. Wat ziek idee. Oh, wacht. Ik wil er niet tussen zitten. Ja, go. Ik zag hier een geheim leveltje. Daar gaan we natuurlijk wel even in. Eens even kijken. Deze kan kapot. Ik moet heel snel van beneden naar onder schakelen. Juist dit dus. Top. Het is niet voor een energiebol, maar wel voor een extra leven. Oké, laten we kijken waar we uit gaan komen. Oh, ja, top. Ik kan hier onder langs gaan. Ah, ik neem wel heel veel risico, zeg. Ik had gehoopt dat hier misschien een energiebol zat, maar dat valt mee. Er zit helemaal geen energiebolletje. Ik denk boven trouwens ook niet. Nee, hier zit ook geen energiebol. Let's go, we gaan door. Ik kan nu alvast een beetje snipen waar ik naartoe moet. Ja, het middenste is wel het beste. Dus vanaf rechts. Oké, duidelijk. Ik moet denk ik deze gaan pakken. Oh, hè? Maar nu ga ik via deze kant. Oh, oké, ja, dit is goed. Dit is precies de bedoeling. Ja, dit gaat nog steeds lekker. We hebben nog steeds de goede kant te pakken. Heerlijk. Heerlijk. Toppie. Wat een ziek idee. Doei, vis. Nog steeds geen energiebol. Oké. Okay. Soms duurt het heel lang voordat de eerste energiebol een keertje komt. Dat hebben we al eerder meegemaakt. Deze kan ik meenemen. Hier komt leven uit. Dus dat is nice als je straks een beetje kapot aan het gaan bent. Dan heb je deze nog bij, hè? Auw. Godverdorie, man. Ik heb het volgens mij helemaal niet nodig eigenlijk, dat ding. Word ik weer geraakt? Wat zijn dit voor gekke slangen, joh? Wat komt hier allemaal uit de grond gestampt? Huh? Pak hem. Huh? Zo, lekker hoor. Doei, slakkies. Oké, waar kom ik uit? Waar kom ik uit? Bij een baas. Bij een tussenbaas. Oh, deze lijkt op een Goomba, joh. Hij heet Moundo. Oh, nee, hij raakt mij. Ik raak hem ook. Oh, hij raakt mij nog een keer. Gelukkig ben ik mijn superpower nog niet kwijt. Maar dat scheelt niet veel meer, denk ik. Oh, ik had gewoon even hier moeten wachten, denk ik, dat hij zou botsen. Nou, chill. Kan ik zijn kracht pakken? Ja, dan heb ik een steen. Vind ik niet de meest fijne kracht, trouwens. Maar goed, ik pak hem nu maar gewoon even erbij. Kan wel zo keihard naar beneden knallen. En hier is dan wel zo'n energiebol. Oké, de eerste toch. Auw. Vriend, laat me nou eens even met rust, joh. Wacht, ik moet hier eventjes vanaf glijden. Dit is wel super slow motion, hoor. En door. Oh, moet ik nu weer een kant kiezen? Oh, ik moet uitkomen bij de middelste. Ik kan toch niet weten hoe ik uitkom bij de middelste. Dan moet ik nu gaan kiezen. Ja, ik hoop maar dat het dan goed is als ik nu de middelste kies. Dat betekent dat ik daar uitkom. Want kijk, zie, hij verspringt ook de hele tijd. Dus ik weet gewoon niet zo goed waar ik uitkom. Ik hoop dat mijn vermoeden klopt. En dat ik nu gewoon netjes bij de middelste uitkom. Zodat ik de krachtbol, energiebol te pakken heb. Nee! Ja, ik ga gewoon terug. Oh, dat kan niet. Ja, nu heb ik er dus wel eentje gemist, hè? Potverdorie, hoe kan je dit nou weten? Oké, ik ben weer bij hetzelfde stuk. Ik ga het even opnieuw doen. Bij het vorige stukje was links de goede kant. Nou, midden is dus blijkbaar niet de goede kant. Dus dan ga ik nu maar voor rechts. Hopen dat dit de goede kant is. Ik ben heel benieuwd, jongens. Ik ben heel benieuwd. Hebben we nu wel de goede keuze gemaakt? Of moet het toch weer links zijn? Ik ben benieuwd, we gaan het zien. Waar komen we uit? Zijn we er al bijna? Ik denk dat we het misschien wel goed hebben nu. Ja, oké, dus hier moet je de rechterkant hebben. Je kan het denk ik niet echt weten. Dit is volgens mij gewoon een gok. Ik hou er niet van als ik moet gokken. Maar goed, de tweede hebben we dus ook binnen. Hoppakee, dit is wel leuk. Dit is wel... Auw, dit was wel leuk, ja. Dit was top. Oké. Ananas die erbij. Spring dan, Kirby. Spring. Spring meer. Lekker! Poh! Gaan we nu weer zo snel? Spring nou beter, Kirby! Spring! Spring! Jeetje, je springt niet lekker! Ik ben aan het zweven als een malle! Ik ben bijna door mijn leven heen. Oké, en nu? Ja, baas. Tijd voor de baas. Oh, niet tijd voor de baas. Ik moet even de Mega Charizard kracht eventjes opzuigen. Ja! Heel vet. Oké, let's go. De drakenvlam. Daar gaan we. Daarmee kunnen we deze dingen kapot maken. Daarmee smelten we zelfs steen. Dan moeten we even goed timen. We smelten dus geen steen. Ik dacht dat ik gewoon lekker onbeperkt op de knopje kon drukken. Maar nee, we moeten je moet wachten, Kirby. Je moet wachten tot de tonnen er zijn. Ja, cool. Zo. Oké, cool. Ja, oké, mijn leven is ook weer vol. Beam. Wegwezen allemaal. Leeft er nog één? Oké, is dit goed genoeg? Ja, dit is goed genoeg. Ze zijn allemaal kapot. Toppie. En schiet. Lekker. En go. Ticket.
Oké, nu moeten we deze zo doorbranden. Op hun bakkers laten vallen. Lekker. Dan kunnen we weer door. Oh, wacht eens even. Wacht eens even. Ja, lekker, lekker, lekker. Okay, even wachten tot iedereen er is. En iedereen kapot. Nice. En door. En door, en door. Oh, dit zijn een paar grote. Oh, die stoppen ook. Ah, shit. Oké, let's go. Ja, deze. Ja, dit was top. Oké, lekker dan. Ja, nice. Nice, nice, nice. Wat is dit? Een of andere mega squid. Dit moeten we even goed timen. Oh, ja, lekker. Oeh, die was wel cool, man. En dan kunnen we hier door de portal heen. Dit was wel vet gedaan. Zat hij even verstopt onder zijn bootje, hoor. Oké, we mogen weer zwemmen. En we mogen ook zweven. We mogen zelf kiezen. Cool. Ja, dat is allemaal niet zo heel spannend nog. Kunnen we de één... Oh, we kunnen de twee zelfs opzuigen. Heel goed, Curbs. Ja, dan kunnen we hier doorheen. Heel goed. En dan kunnen we hier doorheen. Oh, nee. Ah! Weet je, laat maar zitten. Laat maar zitten. Of niet... Ik wou het eigenlijk pakken. Ik wou het pakken. Laat me los. Laat me los. Oké, go. Ah, nee. Ik heb gemist. Nou, maakt op zich niet uit. We kunnen dit alsnog allemaal pakken. Jeetje. Freaking vissen, jongen. Die vissen die waren even helemaal gek geworden. Wat is hier? We kunnen hier naar beneden. Kan die ook gewoon bovenlangs? Is op zich makkelijker. Kunnen we deze opzuigen? En dan... Boom! Ja, oké. Ik ben benieuwd of dit nog allemaal goed gaat. Ik denk het wel. Volgens mij kunnen we hier nooit energiekristallen in verdienen. Dus dat is prima. Volgens mij kan dat pas nu in dit level. In dit stukje waar we nu in komen. Even de kracht kiezen. En een banaantje eten. Ja, zo, ik heb niks aan die paraplu. Dus we gaan sowieso die speer pakken. Oh ja, kijk. Hier twee krachtbollen. Energiebollen. Boldoomer moet nu kapot. Deze is wel lastiger, denk ik, met dit wapen. Hij is wat moeilijker om te raken zo. Oh, maar als ik hem raak, raak ik hem wel hard. Ja, hij is al bijna kapot, joh. Het is wel een sterk wapen, zo te zien. Hij komt aan de linkerkant. Kijk, zie je, als ik hem zo raak, dan gaat het in één keer heel hard. Ja, daar ging die al, hoor. Hoppakee. En deze twee zijn ook weer van mij. Lekker. Heel nice. We gaan top, jongens. We gaan top door de portal heen. Ja, dit was leuk. En dan onderlangs onder het bootje door. En dan hebben we het leveltje weer uitgespeeld. Level 3 klaar. Gaan we door naar level 4. En de minigame fijnproeverij is beschikbaar. Omdat we 40 energiebollen hebben verzameld. Leveltje 4. Daar gaan we 5 energiebollen zitten erin. Dit leveltje. Nou, helemaal goed. Gaan we daar weer lekker naar op zoek? Is hier rechts iets? Nee, dat leek er wel op, omdat het zo open leek. Eens even kijken hoor. Dan gaan we hier naar beneden zwemmen zo. Ja, cool. Met mijn speertje erbij. Ik ben echt zo'n harpoenjager, hè. Dat is niet normaal. Knopje indrukken. Oh, dan gaat dit allemaal omhoog. Oké. Ik ga denk ik mee. Ja, ik ga mee. Even een ananasje eten. Volgens mij moeten we gewoon deze kant op. Oh, of niet. Ik weet niet of dit een speciaal leveltje is. Ik dacht het eerlijk gezegd niet, maar maakt niet uit. Als het het wel is, dan is het het wel. Klinkt in ieder geval wel speciaal met dit muziekje en een beetje die paarse achtergrond. Let's go. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Gaan we even hier. We gaan ook even hier naar links. We gaan gewoon even kijken. Hier. Paraplu, man. Sorry. Doei. Die paraplu upgrade, die is wel grappig, maar... Ik snap niet zo goed hoe je die in moet zetten in dit level. Dus ik pak gewoon lekker de speer. Lijkt me een veel beter plan. Gaat tot nu toe ook goed. Ik moet hier naar boven, hè? Ja. Ik heb het gezien, hoor. Deze zou je makkelijk kunnen missen als je net even niet op zit te letten. Volgens mij hebben we dan de zwaardkracht nodig. Eens even kijken. Wat gebeurt als ik op deze knop druk? Dat kan niet. Ik kan wel op deze knop drukken. Dan ga ik hier naar beneden. Dat is niet per se de bedoeling. Ik wou niet hier doorheen. Zo, dan laat ik hun naar beneden vallen. Oh, hier kan je aan liggen. Oh, en dan, ja, kijk, en dan moet ik nu wel de sleutel pakken. Ik moet hem natuurlijk niet laten vallen. Want dan gaat het allemaal fout. Ja, oké, duidelijk. Lekker. Eerste energiebol hebben we weer te pakken. Oké, nu even goed opletten dat ik niet geraakt word. Ja, oké, dit gaat soepeltjes. Deze werkt eigenlijk hetzelfde als de hamer onder water. Die heeft ook zo'n draaikracht. Dat heeft deze dus ook. Kijk, hoppakee. Beetje zwemmen. Ja, tempootje. Ik zit er lekker in. Ik pak het tempo lekker op. Hoppakee. Snelheid. Oké, dan moeten we nu hier naar boven. Hebben we hier een knop? Dan gaat dit ding waarschijnlijk open. Ja, cool. Wat een flats. Hier weer een knop. Gaat deze open. Goed opletten dat er niet een of andere geheime portal of zo ontstaat ook ergens. Kan hier naar boven. Ik weet niet waarom ik dit doe, want ik heb dat helemaal niet nodig. Die hamburger. Wat een ziek idee. Hapsiek idee. Hapsiek idee. Ik heb echt een ziek tempo te pakken. Dit wordt gewoon speedrun, jongen. Hier kan ik nog naar boven. Maar ik moet even hierin. Want hier is een speciaal level. Oké, en we hebben een lolly. Zo'n super lolly. En voor de rest, volgens mij moet ik dan ergens anders een andere portal pakken. Ik denk dat dat het is. Ik denk dat ik hier uit moet. Dat ik heel snel rond moet zwemmen hier. En dat er aan de andere kant ook een portal staat. En dat is denk ik als ik deze knop indruk. Oh, hier kan ik iets doen.
Oh, hier zat hij achter. Ik zag hem helemaal niet. Ik zag opeens zo'n icoontje dat je omhoog moet drukken. Ja, nu ben ik net te laat. Maar maakt niet uit. Ik heb een hele goede superkracht waarmee ik ze ook kan slopen. Ik zag heel die poort niet, joh. Nog even goed kijken. Ja, die zit echt goed verstopt. Je ziet ook geen ster erboven of zo, daarom. Oké, okay, let's go. We liggen zeker wel op schema. We gaan weer hartstikke lekker. 100% is gewoon in zicht, hoor. Is gewoon in zicht. Is gewoon te doen. Doei, visjes. Oké, okay, go. Wat is dit? Hier kunnen we gewoon snel doorheen zwemmen, denk ik. We kunnen dat daaronder pakken. Ga ik niet doen. Ga ik niet doen. Is niet per se nodig. Dus laat me lekker zitten. Ik heb de speer al, dus ik hoef niet hier naar beneden om de speer te pakken. Doe ik toch maar eventjes voor de zekerheid. Zo. Zo. Hier is een knop. Dan gaat deze open. Oké, met deze knop gaat die waarschijnlijk ook open. Dus dan moeten we heel snel weg zijn. Ja, zo. Ja, we zitten gewoon lekker in tempo. Deze power is gewoon heel nice. Die laat me echt lekker door het water zweven zo. Helemaal niks aan het handje. We kunnen gewoon tranquilo, gewoon lekker rustig. Ik hoef hier ook deze niet te pakken. Nee, is niet nodig. Gaan we deze openmaken. Moeten we hier weer deze openmaken en weer door. Staat daar een octopus op mij te wachten. Doei, octopoensie. Doei, nog een octopoensie. Dit kunnen we best wel even pakken zo. Ja, yeah, cool. Ik moet nog minimaal één magische bol gaan vinden. Ik denk dat die andere misschien in een soort van boss battle zit. Ik ga hier even wachten. Ik ben heel benieuwd namelijk wat hier uitkomt. Of hier bijvoorbeeld een portal is of een deurtje of zo. Kijk, kijk, daar is die. Ik dacht het al. Ik had al zo'n vermoeden. Die blokjes die zaten daar niet voor niks. Hotsteflots en door. Oh, moet ik nu weer gaan kiezen? Ja, dan kies ik voor deze slaapkant hoor. Oké, dit gaat op zich soepel. Hier is niks wat ik kon missen zo te zien. Kunnen we hier naar beneden? Is het een bom? Moet ik deze bom meenemen? Wordt groter de bom? Gaat die ook ontploffen dan straks in mijn handen? Ik denk het wel. Oh nee. Oh nee. Bodem, kom op. Boom. Zo, ik was even bang. Ik dacht even dat die Kirby's hoofd ging ontploffen. Oh, hier is nog een bom. Oké, okay, go, 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 go. Knopjes indrukken, zodat we kunnen springen, want we kunnen nu niet zweven. Go, 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 go. Ja, knopje. Daar overheen springen. Go. Tempo, tempo. En... Yo! Oh, dat ging een soort van half goed of zo. We hebben de vierde. Ik hoop niet dat de vijfde hierboven zit. Kan het me eigenlijk ook niet voorstellen. Maar... Oh, ik moet hier naar beneden. Ik denk dat de vijfde, dat we die nog moeten zoeken. Hé, daar is weer een mega visie. Oké, okay, boom. Kunnen we hier onderlangs zo? Ja. Soepeltjes, soepeltjes. Oh, jeetje, deze is wel echt heel groot. Mega paling, jongen. Doe eens even normaal, joh. Waar kom jij opeens vandaan? Oké, okay, top, top, top. Harpoentje pakken. Blijkbaar willen ze dat. Ticket pakken. En door. Ja, deze zijn wel even geëvalueerd, jongen. Dit zijn, lijken net op de dun spars die dan de dun spars zijn geworden. Kan ik hieronder? Ja, heeft alleen niet super veel zin zo te zien. Even goed opletten hoor, ik moet hier denk ik niet in één keer door. We gaan eens even kijken of hier niet ergens iets verstopt zit wat ik heel graag zou willen hebben. Ja, hierboven, daar is die, de laatste energiebol. Je voelt het gewoon hè, een beetje waar ze moeten zitten. Ondertussen hebben we al 35 levens jongens. Man, 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 wat gaan we hard met die levens. Heerlijk wel. Hier kunnen we even schuilen. Hier, neem wat van mijn speer. Kan ook gewoon in één keer door. Ja, dat kan ook prima. Go, 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 go. Yeah, level uitgespeeld. Nice. Hoppakee. En is dit dan weer het basislevel? Ik denk het wel. Ja, 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 ja. Alle vijfde energiebollen zijn behaald. De sprong-uitdaging is ontgrendeld. En daar gaan we. De baas in het waterlevel, jongens. Moet een klein stukje zwemmen. Komen we hier terecht? Kunnen we kiezen uit de speer, sneeuwpop... Of de paraplu. Oh, is dit? Ja, natuurlijk wil ik deze. Deze is insane. Als ik mag kiezen, wil ik natuurlijk wel lekker gewoon een beetje schieten, hoor. Oh jee, wat is dit? Hij zit hieronder verstopt. Het is een koraalrif monster. Oh. Mega blobvis. Bollebaars. Oké, wat is jouw plan? Oh, jouw plan is om mij heel hard te pakken. Heel hard zelfs. Oh, hier voor me ligt een bom. Oké, deze bollebaars is wel serieus. Deze bollebaars ligt niet. Maakt geen grappen. Je moet geen grappen maken met bollebaars. Oh my gosh, bollebaars. Hou eens op. Hou eens op. Hier, pak je. Nee, 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 dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Oh, ik gooi zelf die bommen op de grond. Oh, dat kan ik doen. Oh, dat is wel sick. Bollebaars. Stop eens. Stop eens. En nu? Wajo, wajo. Dit is insane. Auw, 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 ik ben weg. Mag ik mijn kracht terug? Nee, mijn kracht. Mijn kracht is aan het verdwijnen. Mag ik mijn kracht terug, alsjeblieft? Oké, okay, ik heb mijn kracht terug, maar ik ben wel echt bijna dood. Ik weet niet wat ze allemaal doet.
Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit gaat helemaal niet goed. Ik zeg het toch, we moeten haar serieus nemen. Geen grappen. Schieten, 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 schieten. Oké, omhoog, omhoog. Naar de andere kant. En schieten. Oké, ze gaat het nog een keer doen. Omhoog. En naar de andere kant. En weer schieten. Go. Go. Ah, niet mijn pletten. Ah, lekker. Wow, dit is de eerste baas die het mij moeilijk maakte. Die begon mij opeens heel hard te slopen, potverdorie. Kirby is ook bijna aan het slapen. Oké. Heftig. Maar we hebben wel weer een vleugeltje gevonden, jongens, voor het ruimteschip. Lekker. Doe je Michael Jackson dance. Hop, dop, dop, hop, hop. Lekker. Hé, hey, meneertje Magolor. Ik heb er weer één. Ik heb je andere vleugel ook. Langzaamaan wordt het ruimteschip hier weer gefixt, jongens. We hebben de beide vleugels gevonden. We hebben de roeispanen gevonden. Ja, het begint weer een beetje op een schip te lijken, hoor. Welkom terug, Kirby. Nu de linkervleugel terug is, heeft mijn schip allebei zijn vleugels weer. Het begint eindelijk weer op het oude vertrouwde Lord Starcutter te lijken. Ja, dat zei ik al. Als je de laatste twee onderdelen weet op te sporen, dan vliegt de Lord Starcutter straks weer als vanouds. We zijn er bijna, Kirby. Blijf je best doen. Natuurlijk doe ik mijn best. Dit was wereld 3 en we moeten nu naar wereldje 4. En die is hier en dat is de Suikersneeuwberg. Dat gaan we doen in de volgende video. Dus knal de duimpjes omhoog. Abonneer als jij van Nintendo houdt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!